is vandaag maandag en ik dacht, misschien is het wel een keertje leuk om een dagvlog te maken in plaats van een weekvlog. Dat jullie gewoon iets uitgebreider mijn dag zien. Het is vandaag dus maandag en dat betekent dat ik altijd vrij ben. Maandag, donderdag en zondag zijn mijn vrije dagen. Vandaag niet helemaal, want ik moest vanmorgen al om 9 uur in de winkel zijn om eventjes ergens mee te helpen. Dus ik ben net terug. En ik heb vanmiddag gezegd met Rowan afgesproken. Dus ik moet nog eventjes douchen, make-up doen. Ik zie er niet uit. Maar ik ga deze vlog gelijk met iets heel erg leuks beginnen. Want ik heb namelijk echt weer een hele grote doos gekregen van Look Fantastic. Met allemaal leuke dingen erin. En ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Dus we gaan deze video goed beginnen met de kortingscode. En voor mij lekker allemaal nieuwe spulletjes. Ik heb wel vaker gezegd, volgens mij, dat Look Fantastic echt één van mijn lievelingssamenwerkingen zijn. Omdat ik gewoon hun producten en dingen echt heel erg fijn vind. En ze hebben er gewoon echt oprecht alles. Echt alles. Dat gaan jullie ook in deze unboxing zien. Dat ik echt van alles heb gekocht. Oh my god, er zitten ook extra dingen bij. Wat leuk! Oké. Dit is de inhoud. En ik ga het eventjes met jullie openmaken. Ik heb dus allereerst een elektrische tandenborstel besteld. Ik poets eigenlijk echt altijd met de hand, zolang ik me kan herinneren. Mijn ouders hadden wel altijd een elektrische tandenborstel. Ik had er ook gewoon zo'n opzetstukje voor, maar toch pakte ik altijd dat handding. Ik weet niet. Vond ik chiller, maar ik dacht misschien wordt het wel gewoon een keertje tijd om een goede elektrische te hebben. En bij deze zat er dus ook zo'n doosje bij. Dat je hem dus mee kan nemen op vakantie. Het is de Oral-B Pro 3 3500. Deze had hem ook nog in het zwart. Maar ik heb hem in het wit met roze uitgekozen. Oh, wat schattig. Oh, kijk nou. Dit is hem. Oh, dit vind ik heel schattig. Hoe krijg ik dit open? Echt een mooi kleurtje. En zit er dus ook een doosje bij waar je hem dus in kan doen als je dus op vakantie gaat. Echt heel erg handig. Want ik vind het altijd best wel vies als mijn tandenborstel los in mijn tas of zo zit. Dus dit is echt cool. En zoals ik zei, hebben ze hem dus ook in het zwart. Maar ik vond deze roze wel echt heel erg leuk. Dus die. Dan van het merkje Sol de Janeiro heb ik een Bum Bum Body Scrub uitgekozen. Ik heb dus al van het merk deze lippenbalsem. En dit, jongens, is echt de allerlekkerste lippenbalsem ooit. Hij ruikt zo lekker. Hij maakt je lippen echt mega zacht. Lekker grote verpakking. En ik heb hier dus ook de body butter van. En dan zag ik bij Look Fantastic dat ze dus ook de scrub ervan hadden. Dus die moest ik natuurlijk hebben. Want ik ben echt verslaafd aan deze geur. Dit ruikt echt heerlijk. Echt een hele grote pot is dit. Oh, het ruikt gewoon echt naar koekjesdeeg. Ik kan gewoon niet uitleggen hoe lekker dit ruikt. Oh, heerlijk, echt lekker. Dan heb ik alvast voor de zomer, want Biba en ik hebben afgelopen week onze vakantie naar Ibiza geboekt. We gaan 5 dagen. We wilden er gewoon eventjes dus uit voordat het echt zomer werd. En dan heb je ook alle openingen van alle feesten en zo. Dus wij gaan 25 mei tot en met 29 mei, van donderdag tot maandag. Dus ik dacht, ik bestel alvast eventjes een gezichtszonnebrand. Want ik vind dat wel belangrijk om mijn gezicht in ieder geval goed in te smeren. Mijn lichaam doe ik vaak met haar langer bruin. Niet heel goed. Maar mijn gezicht vind ik wel gewoon belangrijk. En ik kan niet zo heel goed tegen die hele vette crèmes. Cremmetjes. Dus ik heb deze speciaal voor het gezicht. Die zijn altijd niet zo vettig. Dat is beter. In een factor 30. Dan zit er iets in wat ik zelf niet heb uitgekozen. De Look Fantastic Beauty Box. Ik heb geen idee wat hierin zit. Ik ben heel benieuwd. Nou. Echt zoveel producten. Oh my god. Ik ga er even snel doorheen. Dit is een volume leave-in. Een wet borstel, wat ik heel handig vind. Want ik heb deze in het groot. Maar in het klein is heel handig voor op vakantie. Dan zit er een Weatherproof Curl Creme in. Voor de mensen die mij langer volgen, die weten dat ik dus eigenlijk van mezelf krullen heb. En als ik mijn extension eruit ga laten halen en mijn keratinebehandeling is uit mijn haar gewerkt, zeg maar, wil ik weer proberen misschien wat vaker mijn krullen te doen. Of in ieder geval wat beter te verzorgen. Dus deze product komt er heel goed van pas. Oh, dit zie ik heel vaak voorbij komen op TikTok. Leave-in Detangler Hair Treatment. Die. En dan van Aveda, dat merk ken ik ook. Een masker en een leave-in treatment voor in je haar. Dan van dit merk is echt geweldig voor je haar. Een krullencreme. Dan van L'Oreal nog de Absolute Repair, Oil. Ook handig, ik hou echt van olie voor mijn haar. En als laatste nog een conditioner.
echt een heel erg leuk doosje. Wel een beetje gebaseerd op krullen volgens mij. Dus ja, dat moet je wel hebben. Nou, toevallig heb ik dat. Van mezelf. Heel leuk dat dit erbij zit. Dan heb ik een toilettas. Of althans, het is een make-up bag, maar ik ga hem als toilettas gebruiken. Het is van het merkje de Flat Leco London. En ik heb hem in het roze. Hij heeft echt heel veel kleuren. Hij is heel klein. Ik dacht dat deze echt heel groot zou zijn. Oh, wat zet. Nou, maar niet. Het is dus een make-up tas. Een roze. Maar als je hem dus dicht doet. Even kijken. Is hij dus een vierkantje. Een vierkantje. En als je hem dan open doet. Kan je hem dus uitrollen. En dan is hij dus weer groter. Zo is hij best wel groot. Maar ik wilde dit dus eigenlijk voor mijn haarproducten op vakantie gaan gebruiken. Maar ik weet niet of dat erin gaat passen. Maar wel een handig dingetje voor make-up of andere handigheden. Dus die. En dan heb ik dus allemaal minis. Want ja. Want kijk, dit is mijn make-up tas waar echt van alles in zit. Als je al ergens gaat slapen is het best wel onhandig en vervelend om altijd zo'n grote make-up tas mee te hebben. Dus ik dacht, ik bestel gewoon wat dingetjes in het klein. Want ik heb ook ergens anders een klein make-up tasje besteld. Om het daar gewoon in te doen. Allereerst iets wat geen mini is, maar wat ik gewoon wel wilde hebben. Is deze blush van MAC. In de kleur Peach Twist. Ik vind blush dus voor in de zomer best wel leuk. Dus vandaar. Oh, zo'n mooie kleur. Wel donker, een beetje bruinigachtig. Maar ik hou er ook niet heel erg van als blushjes te roze zijn. Dus die. Dan heb ik nog iets wat niet echt een mini is per se, maar wat wel klein is. Dus wel in die tas zou kunnen. En dat is van NARS. Is dat een matte blush. Die dus in een potje zit. Die dus zo moet stippen. Dat vind ik in de zomer altijd heel erg mooi. Want dan in de zomer draag ik gewoon niet heel erg veel poeder of weet ik veel wat. Want het ligt best wel op je huid. En dit trekt gewoon een beetje in je huid. Dat vind ik echt heel erg mooi. In de kleur Orgasm. Van Narcissus. En dan heb ik nog 3 minis voor in die toilettas. Als eerst deze setting spray van Urban Decay. Deze heb ik dus ook in het groot. Even. Ook gekocht bij Look Fantastic. En dit is echt de allerbeste setting spray ooit. Dus toen zag ik dat ze ook een mini hadden. En dat leek me wel handig voor in dat tasje. Dan mijn favoriete concealer die ik altijd gebruik. Is deze van NARS. De Creamy Concealer. En ik heb hem nu in de kleur Ginger. Want dat is een beetje mijn zomerkleurtje. Kijk even hoe klein het is. Hoe schattig. Dus die. En dan heb ik nog mijn favoriete bronzer. Dat is ook die van NARS. NARS vind ik gewoon echt oprecht een van de beste merken qua make-up. Ik vind het gewoon ook echt dat ze echt mooie dingen hebben. Deze heb ik in de kleur Laguna. Dat is deze mini bronzer. Ja, ik vind het gewoon heel erg handig om dan zo mee te nemen. Kijk, ik zal dat make-up tasje even laten zien. Is die nog best wel groot. Ik dacht dat die kleiner zou zijn. Ik dacht dat het echt zo'n soort klein etuietje was. Maar maakt niet uit. Heel handig om dat dan hier zo in te doen. En dan als laatste heb ik nog van Look Fantastic van Rahuna. Een hydrating detangler en UV bescherming voor je haar. Dat is ook wel handig voor op vakantie. Dus ook zo'n mini, zo'n reisformaatje. En dit kan je dus in je haar sprayen voordat je bijvoorbeeld naar het strand gaat of naar het zwembad. Dat je haar een beetje beschermd blijft. Dus dat. Ik vind dat ik deze keer echt hele leuke dingen heb uitgekozen bij Look Fantastic. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Ik ga even mijn telefoon zoeken in deze bende. Om te kijken wat die code precies is. Ik kan mijn telefoon echt nergens vinden. Ik heb geen idee waar dat ding is. Dus ik zal even in beeld zetten wat precies de kortingscode actie deze maand is. Het heeft in ieder geval iets te maken met Pasen en Glamour Day volgens mij. Dat weet ik wel. Ik ga dit nu even opruimen, douchen en klaarmaken. En dan ga ik straks Roan ophalen. En dan gaan we even graag naar de stad. Ik moet ook nog even een foto maken voor een samenwerking. Ik heb even gedoucht. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar ik ga nu even mijn make-up doen. Ik heb het allemaal in dit nieuwe make-up tasje gedaan. Ja, eigenlijk ziet mijn make-up er echt elke dag hetzelfde uit. Alleen gebruik ik wel soms verschillende crèmetjes. Nu zitten deze twee van Bobbi Brown erin. De Hydrating Face Cream en de Vitamin Enriched Eye Base.
Dus die gebruik ik nu. Maar ik heb ook eentje van Babor. Die gebruik ik ook best wel veel. Dus het ja, ligt er eigenlijk altijd gewoon een beetje aan. Welke binnenhandbereik liggen, welke ik pak. Ik vind ze allebei wel heel erg chill. Vaak gebruik ik deze wel 's ochtends. En die van Babor met het serum en alles heel 's avonds voordat ik ga slapen. Zo, en dan die oogcreme van Bobbi Brown. Nog onder de ogen. Ik vind het altijd gewoon lekker om een extra crummetje onder mijn ogen te hebben. Omdat dan voor mijn gevoel mijn concealer ook gewoon wat mooier zit. En ja, ik weet niet. Dan ga ik altijd als eerst concealer aanbrengen onder mijn ogen. En daarvoor gebruik ik nu deze van NARS, dus de grote versie. In de kleur Custard. Dus een beetje mijn winterkleurtje eigenlijk. En die doe ik alleen onder mijn ogen. Mini driehoekje. En dat blend ik dan gewoon uit met mijn vingers. Dat vind ik altijd het chillste en het mooiste effect geven. Zo, als de concealer erop zit, pak ik deze Translucent Powder lospoeder van La Roche-Posay. En deze kwast van Rue Techniques. En dan ga ik het een beetje afpoederen onder mijn ogen. Ik vind deze poeder echt zo chill. De camera lijkt dus heel vaak alsof ik echt een hele andere kleur concealer opdoe dan nodig is. Maar in het echt valt dat volgens mij wel mee. Pak ik, even kijken, een poederkwast. Ook van Rue Techniques. En deze bronzer, ja, contour, geen idee. Bronzer van de Balm. Vind ik zo mooi deze. Ik had deze toen gekregen in een PR pakketje. Zo blij mee. Die doe ik gewoon een beetje zo om mijn voorhoofd. Om mijn wangen. Ja, eigenlijk komt het wel een beetje overal. Ik gebruik hem meer een beetje als normale poeder. Ik doe hem ook een beetje onder mijn ogen. Zodat mijn concealer wat beter blendt met de rest van mijn huid. Een beetje hier. Lijkt je altijd weer wat bruiner. Zo. Dan, even kijken. Mijn blush er ook nog in zit. Pak ik deze blush van MAC. Dit is in de kleur Warm Soul. Zo'n mineral blush. En dan pak ik weer een kwast van Rue Techniques. Er komt dus niet heel veel pigment van deze blush af. Dus voor overdag vind ik dat wel mooi. Toch een beetje een glowtje, maar niet te erg. Dat pak ik ook een beetje over mijn neus. En dan door naar de wenkbrauwen. En daarvoor gebruik ik dit wenkbrauw setje van Catrice. Die echt heel de wereld volgens mij gebruikt. Met deze kwast van Anastasia. Dus 7B volgens mij. Het is er een beetje afgevraagd, maar volgens mij is het kleur 7B. En dan daarna als wenkbrauwgel deze van Benefit. Ik moet zeggen dat ik deze niet heel erg fijn vind, maar is op dit moment eigenlijk eventjes de enige die ik heb. En dan ga ik gewoon mijn wenkbrauwen mee invullen. Zo, mijn wenkbrauw zit erop. Ik moet echt eigenlijk vanavond eventjes mijn wenkbrauw gaan harsen, want ik kan daar gewoon echt helemaal niks meer mee. Dus misschien dat ik dat vanavond wel eventjes doe als ik terugkom van Rowan. Ik heb nu eventjes deze lekkere lippenbalsem opgedaan. En dan als laatste mijn wimpers. En daarvoor gebruik ik eerst op mijn waterlijn een zwart oogpotloodje van Essence. En daarna deze mascara van Rimmel. Die vind ik wel heel erg chill. Oh, make-up zit erop. Ik ga eventjes mijn haar fixen. Even een outfitje aantrekken. En dan wachten tot ik Rowan kan ophalen. En dan gaan we eventjes gezellig naar de stad toe samen. Even wat drinken, een fotootje maken. En gewoon even lekker bijkletsen. Even mijn haar gedaan en een outfit bij elkaar gevonden. Ik heb dit jasje aan, dit spijkerjack van Anine Bing. Het trui is van Ralph Studios. Broek is van Co Couture. En doe ik ook deze Ralph Studios tas erbij. Want daar moet ik dus eventjes een foto mee maken. En ik vond dit op zich wel leuk zo bij elkaar.
dus. Ik ga nu de scooter pakken. Roon ophalen. Dan gaan we even gezellig naar de stad toe. Maar ik doe hier nog wel even een jasje overheen. Want ik denk dat het anders nog best wel koud is op de scooter. Maar ik ga jullie meenemen. Hi! We hebben net lekker wat gedronken. En gegeten. Yay! Weet je, Amy Bennett. En we gaan nu eventjes naar de Primark. Want Roon die heeft een auto. Woehoe. Dus je wilt even allemaal accessoires. Yay! Ik ben terug van de stad met Ro. Was echt heel gezellig. Ook nog twee dingetjes bij de Primark gekocht. Zal ik even snel laten zien, want dat we gaan boodschappen doen. Wat zeg jij? Ik ben aan het vloggen. Oh! Ik heb dit setje. Hi! En een pyjamaatje voor op vacation. Kijk, dit topje. Met dit broekje. Nou, helemaal één op. Wij gaan kaas fonduren. Met z'n tweeën. Dus we gaan even naar de Albert Heijn om even lekker kaas van dit te halen en ingrediënten. Hey, ik ga dan kaas. Zien jullie vandaag maar de nieuwe tas? Oh, die is leuk hè jongens? Tenminste, ik vind hem leuk. Ik ook. Nou, wij hebben boodschappen gemaakt gehaald voor ons kaas van nu. Ons versje is niet heel gezond. Maar we hebben van die mini hamburgertjes. Chipolata worstjes. Knakworstjes. Stokbrood. Mini kipburgers. Wel handig wat Pasen was. Met al die dingen. Natuurlijk de kaas van de gel. Nachos. En broccoli. En verder hebben we nog normale boodschappen. Dus wij gaan nu even dit maken. En lekker eten. We hebben lekker broccoli. Hoe noem je dat? Stokbrood, knakworstjes, vlees, nachos. Heerlijk. We hebben alleen geen tv meer. Wat kunnen kijken. Maar oké. Okay. Ik zit te wachten tot mijn telefoon is opgeladen. We hebben net zo vies vet die kaas van nu naar binnen zitten werken dat ik nu even een uur op de loopband kan staan. Maar mijn telefoon was leeg.